zijn mensen ook kunnen denken van ja, er staan er daar al een paar. Ja, als er nog eentje bij komt, wat maakt het nou eigenlijk uit? Ja, maar goed, ze zijn veel, veel groter, hè? Dus de impact is misschien wel 12 jaar groter dan dat ze van deze zijn. Hey, ik ben Martijn. In aanloop naar de provinciale statenverkiezingen trek ik samen met mijn camera de hele provincie door om in beeld te brengen wat de kloof is tussen de burger en de overheid. Want weten ze vanachter dat bureau in het provinciehuis wel wat er nou echt speelt in onze provincie? Ik ga het uitzoeken. Ik ben hier in Eefde op bezoek bij Henk en Joke. Hi. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Wij zijn Henk en Joke Lubberding en wij strijden tegen de windturbines die ze hier in Eefde West willen plaatsen. Ze moeten komen op zo'n 400 meter afstand van het keukenraam. Ja, 400. En achter die, achter dat groene, de groene hokje. Maar die ene die hier heel dichtbij komt, achter die vogeluitkijkpost, ah, die komt wel heel dichtbij. Zijn mensen ook kunnen denken van ja, er staan er daar al een paar. Ja, als er nog eentje bij komt, wat maakt het nou eigenlijk uit? Ja, maar goed, ze zijn veel, veel groter, hè. Dus de impact is misschien wel 12 jaar groter dan dat ze van deze zijn. Toen Henk en Joke hoorden over deze plannen, besloten ze direct om samen met andere omwonenden een zaak aan te spannen. Goed, toen is er al een rapport gemaakt in 2014. Er kwam eigenlijk uit dat het hier niet kon. Er waren te veel woningen. En dat, nou ja, dat hebben wij dus gewonnen de vorige keer bij de Raad van State. Het was best wel een unieke uitspraak die de Raad van State deed. Want er was altijd in Nederland dat ze zeiden van nou, als je dat en dat en dat aanpast, dan mag je het opnieuw proberen. En dat noemen ze dan een bestuurlijke lus. Ja. En in dit geval hebben ze gezegd van nee, het hele plan moet naar de prullenbak. Maar goed, ik had al direct een beetje de gedachte, komen ze niet terug met een nieuw plan. En ja, die angst die werd werkelijkheid. Nadat de gemeente werd tegengehouden, nam de provincie de regie over om de plannen alsnog uit te voeren. Henk en Joke hebben al meer dan 40 jaar een melkveehouderijbedrijf in Eefde. En ze gaan er het liefst nog even mee door. Ja, ik denk heel vaak dat ik hier niet meer kan slapen en niet meer kan wonen. En dat, dat ik dan weg moet. Dat is maar een fopspinnen, hè. Ja. En ze heeft haar baan al opgezegd om tijd te hebben voor de strijd tegen de provincie. Ja, ergens vind ik dat best wel jammer. Ja, ja, dat mis je ook ergens wel weer. Het kost gewoon ontzettend heel veel tijd en geld. Ook van de advocaat, ook. Die doet het ook allemaal niet voor niks, dus ja, dat kost veel geld. Er wordt wel naar ze geluisterd, maar gehoord worden ze volgens Henk en Joke niet. Het is allemaal eenzijdig verkeer en wat wij inbrengen, dat willen ze niet weten. Daar doen ze niks mee. We hadden in maart een bijeenkomst. Nou, er is geen één vraag beantwoord van ons. Alleen een eigen visie is weergegeven in het verslag. Nou, dat was voor ons ook eigenlijk de druppel te zeggen, we gaan niet meer met elkaar aan tafel. Waar zullen we dan de energie erin stoppen? Dus begint het allemaal weer van vooraf aan. We gaan het aanvechten bij de Raad van State en ja, de stukken zijn ingeleverd. Dus ja, nu is het afwachten wanneer er een uitspraak komt. Maar één ding weten Henk en Joke zeker. Tussen de burger en de overheid is een enorme kloof.